Je kunt nog maar 1 week meedoen aan de Redux Aces Challenge om kans te maken op in totaal 6000 euro aan prijzen. En de hoofdprijs en de tweede prijs bevatten zelfs een Powered by Asus game PC voorzien van de toughste parts. Het enige wat jij hoeft te doen is een video maken van maximaal 1 minuut waarin je ons overtuigt dat jij moet winnen. Maak hem grappig, mooi, gevoelig, wat je wilt. De beste video wint. Het is geen wedstrijd wie de slechtste setup of het zieligste verhaal heeft. Meedoen kan tot en met 8 juni en nogmaals, dat is nog maar een week. Dus pak je camera, leen een camera, vraag hulp van je vader, je tante, je zusje en go. We maken de winnaar 22 juni bekend in een YouTube video. Doe mee. Doe het dan maar gewoon. Ik sluit het weg. Doe mee. Ik dacht dat je wat tegen mij ging zeggen. Doe mee. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming. Oh ja. Hoi. Dat doen we je aan, zo. Ja, weet ik ook niet. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming. Hoi. Wat ik in de intro zei, ging allemaal over de Redux Aces Challenge. Maar als je ook kans wil maken op leuke prijzen, zoals muizen, toetsenborden en headsets van Aces Tuf, schrijf je dan gewoon even in via giveaway.redixgaming.nl. Ja, daar kiezen wij in welke gewinner uit en daar hoef je dus verder niks voor te doen. Dat is voor al jullie luie mensen. Goed, alle formaliteiten zijn uit de weg. Wat gaan we vandaag doen? Lang geleden, in 2020, toen Redux pas net bestond, hebben we ook al eens een challenge gedaan als deze. En als het maar niet langer duurt dan 1 minuut, want ja, ik heb ook nog een leven. En het leek mij leuk om nog eens te kijken naar de 4 beste video's van toen. Hoi. Yo Redux Gaming. Yo Redux Gaming. Yo Redux Gaming. Yo mensen van Redux Gaming. Beste Gijs van Redux Gaming. Zet setup even zien. Dit is mijn setup. Ik moet lachen om dat jongetje die zo... Yo, kijk, gasten van... En dan denkt van, ja, dat laat ik erin, weet je wel. Dit is mijn setup. Dat is schattig. Ik wil graag de PC winnen. Ik wil heel graag de PC winnen. Ik wil heel graag deze PC winnen. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming. En ja, zo vrolijk ben ik niet meer. Nee, dat is een beetje... Ik heb al jullie inzendingen bekeken. We hebben dieren gezien. We hebben wasabi-snuivers gezien. Dat was heftig. We hebben bruiloften gezien. Ja, hij zei, als ik wasabi-snuif, krijg ik dan die PC. En toen waren wij zo, ja, kunnen we je niet garanderen. Maar als het een leuke video is, staat die video misschien helemaal hierin? Nee. Maar was hij in het huilen of zo, het gaan over? Jawel, hij ging helemaal dood. Dating shows. Welkom bij de Gaming Tinder Show. Raps. Yo, Redux Gaming. Straaljagers. Kijk deze straaljager. Baldadige kids, overvallen en zelfs moor. We hebben mensen in de kou zien zwemmen. Moor. Zeker nog binnen de minuut. En we hebben mensen... Dat was een leerling van mij, toen ik les gaf. Wat aan het drijven was. Ja, die in dat rivier... In dat rivier, die in die rivier zwom. In die riviertje. Die zomaar mijn teksten stelen. Ik heb je gezien. Dudes and dudettes. En we hebben gemerkt dat horizontaal filmen en tot 60 tellen nog wel eens een uitdaging kan zijn. Ah, horizontaal filmen mag dit jaar, want je mag nu ook via TikTok meedoen. Dat neem ik terug. En dit was zeker niet de laatste keer dat we dit deden. Geen zorgen. Nu. Kijk, wij doen wat we beloven, hè? Er zijn vandaag natuurlijk verliezers. Wij, want we moeten een PC gaan weggeven die we van onze eigen centjes betaald hebben. Maar jullie verliezen helaas ook een PC. Dit jaar niet, dankjewel Asus. Een PC. We hebben namelijk de 10k net niet gehaald. Dus we geven er maar 1 weg in deze Redux. We hebben toen dus net niet de 10k gehaald. Anders waren het ook 2. Zit, ja, anders waren jullie het hebben toen wel echt 2. Je best gedaan en we zijn dan ook 54K. Super trots op jullie. En dan naar de uitslag van de Redux Gaming Challenge. Okay, we gaan nu dus naar de 4 Ik hou jullie niet langer beste in video's van. Dit zijn de 4 finalisten. Ja, we gaan nu de 4 heeft beste video's. Heeft uw PC ook een te hoge framerate waardoor leuke screenshots maken lastig? Deze heeft vorig jaar gewonnen. Blijft uw PC ook altijd te koud om je op te kunnen warmen wanneer de centrale verwarming is uitgevallen? Lab Niet Zo Top heeft de oplossing voor u. Lab Niet Zo Top introduceert de Mega Heater 3000. Met dit geavanceerde model kunt u zeker zijn van mooie screenshots. De framerate komt gegarandeerd nooit hoger dan 10 fps. Bruh. Verwarming uitgevallen? Geen probleem. De Mega Heater 3000 bevat een CPU equipped met de nieuwste Extreme Heat technologie. Hiermee kunt u uw kamer in no time tot wel 69 graden Celsius opwarmen. Met onze Extreme Heat technologie kunt u zelfs binnen 5 minuten een volledig ontbijtje klaarmaken. Vindt u het ook altijd zo lastig om rechte lijnen in Paint te tekenen?
winnen? Een makkie voor de Mega Heater 3000. Met de ingebouwde schermlijn heeft u altijd een hulpje bij de hand. Bestel dus nu uw eigen Mega Heater 3000 voor onze actieprijs van maar 1500 euro? Ik zou me niet voor kunnen stellen wat je allemaal nog meer van dit geld zou kunnen halen. Dat was dus de winnaar van vorig jaar. En die is toen ook langsgekomen om zijn PC te bouwen. Hij was echt een chille kerel. Als je kijkt, hoe heette die ook alweer? John Piet. Peter. Hij heette op Discord Sotav. Delano. Delano, shout-out naar jou. Het is al 2 jaar dat Ben Dover geen normale gedachtegang heeft. Hier zien we een veer buiten waar hij zijn favoriete game Dark Souls naspeelt. Maar de rest van deze mensen hadden dus allemaal niks gewonnen vorig jaar. Nee, volgens mij was het inderdaad gewoon 1 hoofdprijs en verder niks. Dus jullie maken 3 keer zoveel kans, toch? Ja. Ja. Want er zijn 3 hoofdprijzen. 1 hele setup met GamePC, powered by ASUS. 1 hele setup met GamePC, maar zonder monitor, powered by ASUS. En 1 setup met monitor, zonder GamePC. Powered by? ASUS. Goed zo. Ik sloeg de tafel, sorry. Ja. Nou, ik zijn PC vergokt in het casino. Gok met Gokkie. Hij is volledig. Dat is Rick. Kwijt. En Luc. Natuurlijk heb ik het geprobeerd. Goedkoper altijd. Ja, was Luc er ook zo mee bezig? Alleen maar. Maar zelfs in zijn huidige razend gekke toestand. Van een maar. Wil hij zich niet verlagen tot het niveau van een console gamer. Het enige wat die arme ziel nog kan redden, is een game PC van Redux ter waarde van 1500 euro. Want ik ben niet bereid om zoveel geld te verspillen aan een gaming PC. 1500 euro, ben je gek geworden, joh. Dat zijn 2 nachten in Las Vegas. Inclusief de dames. En dit is de laatste al, hè? Snel genoeg voor alle modellen. Deze was ook super goed. Ik eens op de allerhoogste instellingen. Een 1 terabyte NVMe SSD, super snel. Sorry. En ondanks dat we op dat soort comments nooit reageren, hebben we ze wel gezien. Want bij deze alle comments, dat vinden we gekke edit, ja. 1000 euro weggeven, een mooie monitor weggeven, allemaal mensen toetsen worden. Dat vinden we gewoon leuk. Maar dan willen we ook dat jullie er iets voor doen. Oké, dit is wel vet gemaakt. Ja, we zijn geen goed doel of zo. Het gaat nu gebeuren. Hoe heet je? Hoe oud ben je en wat doe je hier? Ik ben Daniel, ik ben 18 jaar. En ik kom gewoon heel graag een keertje langs in de Redux Studio. We waren zo aan het twijfelen tussen hem en tussen Delano. Toen hebben we uiteindelijk de fanbase laten stemmen. Oké, we zeggen, die laatste vond ik ook echt vet. Die laatste was echt heel vet. Maar dat gaan we dit jaar niet doen. Wij bepalen dit jaar gewoon alle winnaars. Dus het wordt allemaal professioneel gejureerd door mij en waarschijnlijk ook door jou en de rest van het content team. Dus dan weten jullie dat. We zijn er bijna doorheen. Super goede inzendingen, zoals jullie zien. We zijn echt heel trots op wat jullie gemaakt hebben en wat jullie kunnen bedenken. Maar we moeten toch echt 1 winnaar gaan kiezen die hier, letterlijk hier, komt staan en een PC komt bouwen. En die winnaar is... nog niet bekend. Echt, sorry nog hiervoor trouwens, want we hadden dus beloofd dat we in deze video het zouden bekendmaken. En toen waren we zo van, ja, maar als we de community laten stemmen, dan kunnen we iedereen dat nog op zijn Facebook laten zetten en zo. Dan krijgen we nog meer bereik. Dus we hebben daar even... Pure marketing. Ja, we hebben daar een beetje met een marketingbrilletje op gedacht. En ik beloof jullie dat we dat dit jaar niet zullen doen. We gaan gewoon jureren en dan maken we de winnaars bekend. Sorry nog. Heel veel succes en tot volgende week. Ik heb er zo'n zin in. Oké. Jezus Gijs. Calm your tits. Dit waren dus de 4 beste van vorig jaar. En we hebben op het begin kon je nog wat clipjes zien van mensen die het dus niet geworden zijn. Ik denk dat logisch is waarom. Want het verschil in kwaliteit is wel redelijk groot, om het zo maar te zeggen. Heb jij er al een paar van dit jaar gezien? Ik heb een beetje gescrolld. Maar wat ik heb gezien kwam niet in de buurt van wat nu daadwerkelijk gewonnen heeft. Ja, maar ik denk ook, hè. Er zaten sowieso wel een paar leuke tussen, hoor. Daar niet van. Ik denk ook dat de mensen die
echt hele vette dingen maken, dat die natuurlijk nog bezig zijn. Of nu nog moeten beginnen, want je hebt nog maar een week. We gaan afsluiten. Nou, denk jij nou, dat kan ik ook, of dat kan ik misschien wel beter? Begin dan nu aan jouw video voor de Redux Asus Challenge en doe mee voor een van die Powered by ASUS Game PC's. De winnaar maken we op 22 juni bekend. Wil je geen video maken? Schrijf dan in ieder geval in op giveaway.redoxgaming.nl en maak kans op een leuk Asus TUF toetsenbordje, muisje of headset. Goed zo. Heel erg bedankt en erg veel... Heel erg bedankt en heel erg veel succes toegewenst namens Asus en het hele Redux team. En Priscilla. En mij. Vond je een leuke video? Drop dan even een like. En wil je nooit meer een video missen van Redux Gaming? Subscribe dan en klik op dat belletje. Heel erg bedankt en hopelijk tot de volgende. Doei. Ik weet alleen niet uit hoe ik aan het zeggen was. Volgens mij was ik mezelf aan het stress knijpen. Maar... Asus TUF toetsenbordje, headsetje. Misschien maar een muis. Auw. Ha 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 ha!